Goedendag, u kijkt naar het weerbericht van weerplaza.nl. Er trekt vrij veel bewolking over het land en ook een aantal buien trekken van noordwest naar zuidoost. In de loop van de dag zullen de meeste buien zich in het midden, oosten en zuiden van het land bevinden. In het noordwesten breekt dan vaker de zon door. Overwege de ochtend is het ongeveer 17 graden en vanmiddag wordt het 20 tot plaatselijk 23 graden. Er waait een zwakke tot matige wind uit westelijke richtingen. Vanavond wordt het op de meeste plaatsen uiteindelijk droog en vanuit het westen komen er dan ook meer opklaringen. Zo halverwege de avond is het een graad of 17 en de wind is zwak uit noordwestelijke richting. Morgen schijnt de zon geregeld, vaker dan vandaag in elk geval, maar er trekken ook wel weer een paar buien over het land van west naar zuidoost. Het wordt ongeveer 21 graden en er waait een veel wind uit het westen tot noordwesten. Maandag, dan een enkele bui, maar geregeld zon ook en ongeveer 21 graden. Vanaf dinsdag wordt het geleidelijk aan weer wisselvalliger met vaker buien en wat minder zon. Maar de temperatuur boekt een klein beetje winst en komt op woensdag rond de 23 graden uit. Ik ben Ben Langkamp van weerplaza.nl